We zijn vandaag bij Aquapark Vlietland. Yes. En ik tref hier Roel. Ja, heel toevallig. Dus er is een spin vandaag. Ja, niet alleen een spin. Als je daar gaat kijken, dan zie je reuzenslakken, miljoenpoten. Nog een luipaardgekko, een kerkuiltje die heel erg nieuwsgierig is. Zelfs grote tamme ratten, wandelende takken. De entree is gewoon gratis. Mag je ze aanraken? Dieren aanraken, als je mee op de foto wil, dan krijg je €5 en dan krijg je 2 foto's. En wat is dat? Dit is een luipaardgekko. Dus zijn naam is Kwispel. En die naam heeft hij te danken omdat als hij bij zijn vrouwtje zit en het is paartijd, dan gaat hij zich helemaal uitsloven. Dan gaat hij met zijn staart omhoog, gaat hij kwispelen naar haar. En dan zegt hij van kijk eens hoe sterk ik ben, ik wil wel babytjes met je maken. Een heterometrus petersie, maar in de volksmond noem je het gewoon de Aziatische bosschorpioen. Die hebben echt een heel zwak gif. Je zag dat hij hele grote scharen heeft, ja, daar knijpt hij gewoon gelijk zijn prooi mee dood. En ze leven in de tropen, er is heel veel voedsel, dus die prooi hoeft niet gelijk dood. Als het ontsnapt hebben ze zo weer een nieuwe. Dat is een vogelspin, en wel een Chileense vogelspin. Dus die komt voor in Chili. Dat is een land in Zuid-Amerika. En als je de moeilijke wetenschappelijke benaming wil weten, dat is Grammastola porteri. Is deze nou ook giftig? Ja, iedere spin is giftig, geloof ik op 1 soortje na. Iedere spin op aarde is giftig. Maar giftig wil niet altijd zeggen dat het dodelijk is natuurlijk. Als je door deze wordt gestoken, kan je het vergelijken met een bijen of een wespensteek. Dit is een van de Afrikaanse miljoenpoten. Ze zijn zo'n 20 centimeter. En de langste soorten die zijn 30 centimeter. Heel veel mensen verwarren ze ook met een duizendpoot. Ja, want een duizendpoot, dat is dan wel weer giftig. Ja, die zijn wel weer wat gevaarlijker. Die hebben van die sterke gifkaken. Dit is een wandelend blad. Dit is nog een jonkie. Wat is nou het verschil tussen een wandelend blad en een wandelende tak? Nou, zal ik je dat gelijk eens laten zien? Want we hebben ook nog takken bij ons. Ja, het formaat sowieso, maar dat is ook omdat dit een jonkie is. Maar vooral ook de vorm, hè. Je ziet met een tak, die zijn een stukje smaller. Komen ze nou ook in hetzelfde gebied voor? Niet allemaal. Deze komt... Ik dacht uit mijn lijstje en deze komt uit de Filipijnen. Maar allemaal zo'n beetje hetzelfde klimaat, allemaal tropisch, subtropisch. Dat is een Afrikaanse reuzenslak. Wauw, reuze zeker. Maar die behoort tot een hele grote groep. En de echte naam, dat noemen ze eigenlijk een ovum. En de volledige naam is Argagatina marginata ovum. Maar om makkelijk te maken noemen ze het gewoon een ovum. En deze slak, ik heb hier een beestje op. Deze slak, als hij helemaal is uitgestrekt, is die gewoon vanaf mijn elleboog. Tot dan hier ongeveer, zo lang. Hoe komen die reuzenslakken aan hun huisje? Daar worden ze mee geboren. En die groeit met ze mee? Ja, die groeit helemaal met ze mee. Dat is een rat. En we hebben er 2, Schurfie en Pippeling. Schurfie. Vernoemd naar de ratten bij Harry Potter. Ja. Want we hebben ook dieren die gaan wel eens mee naar Harry Potter evenementen waar we voor gevraagd worden. Ook slangen en zo. En de albino fretje die nemen we volgende week mee. Hartstikke leuke sociale dieren. Maar je moet ze nooit kopen... Als je er maar eentje wilt, want dan worden ze ongelukkig, want ze zijn echt groepsdieren. Ze moeten altijd met z'n tweeën zijn. Dat is Loki. Ja, Loki. Die hebben we vorige week nog laten zien. Hij heeft daar net een braakballetje net neergelegd. Dat is van zijn eten van gisteren. En nou zeg je net een braakballetje. Wat zit er dan in? En er zitten allemaal bordjes in of schedeltjes van muizen of ratten. Ja, sommige zijn groot, sommige zijn klein. Hij heeft ook wel eens hele kleintjes, als er weinig te verteren is. Of veel te verteren, dan heeft hij kleine balletjes. En de aankomende 3 weken staan jullie nog steeds. Wat ik net zei, 25 juli, 1 augustus en 8 augustus. Ja, klopt. Zijn dan altijd dezelfde dieren mee? Nee, volgende week nemen we weer wat andere dieren mee. En dan wisselen we er een paar om. En dan volgende week komt er een schildpadje mee. En een slang van 1 meter of 2. En Nagini heet die, ook van Harry Potter. Hey. En we nemen een albino fretje mee. En die heet Pipkin. Voor meer informatie, waar kunnen mensen kijken? Op onze Facebookpagina, op Arachno Corner, met een streepje ertussen. Wat kunnen we hier doen? Kinderen kunnen hier en volwassenen kunnen hier lekker spelen. Lekker glijden, klimmen, duwen, trekken. Gewoon één groot waterfestijn. En moet je hier ook reserveren of kan ik gewoon komen waaien? Tegenwoordig wel, met de coronatijd, is het heel erg handig om te reserveren van tevoren. Zodat wij ook weten hoeveel mensen er komen. Vooral met kinderfeestjes. En zijn jullie de hele zomer open? Wij zijn heel de zomer geopend, ja. Van 10 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. En als ik dan op het Aqua Pretpark wil spelen, om het zo te noemen, hoe lang is dat dan? Je kan een uurtje kopen voor €7,50, maar je kan ook 2 uur kopen voor €14. En dan kan je eigenlijk bijna heel de dag je wel pret maken. En vandaag staat ook Arachno Corner hier. Waarom deze bijzondere samenwerking? Nou ja, Roel ken ik vanuit de dartwereld.
En van de poolwereld. En we zijn eigenlijk een keer in de winter gewoon in gesprek geraakt met z'n tweeën om te kijken van joh, goh, hè, kunnen we het een keer leuk combineren. Wat vind jij het leukste dier wat hij heeft meegenomen? De uil vind ik erg leuk. De schorpioen vind ik ook erg leuk, maar de luipaarddrageris is toch wel de favoriet. En waar kunnen mensen kijken voor meer informatie? Op www.aquapretpark.nl/Vlietland. En anders op de Vlietland website zelf, recreatiegebied Vlietland. En dan kunnen ze eigenlijk alle informatie vinden.